Welcome. This is the energy vibration for the Leo Sun, Moon, and Rising sign. The week begins from the 27th until the 1st of the 2nd of February. It is a time when there is whatever the issue and the situation that transpire, we need to be looking at what is transpiring in. And days of ache come up met health issues with kinder. Informatie over kinderen, informatie met je huwelijk, eind van een huwelijk, heel veel informatie, legalities, dat soort van issue. Ik zie een offer, komt binnen, maar sommige van jullie vrouw, oude vrouw, 50 jaar en ouder, je moet aan een Steenbok vrouw informatie, of je hebt een Steenbok vrouw informatie gebruik en je hebt heel veel geld van deze persoon genomen en het komt best wel boven in deze week. Ik kom uit en direct word je aangesproken en gesproken over wat je hebt gedaan. Dus, there was some deceptiveness wat een waterman heeft gedaan, waterman persoon, leugens en deceptiveness. En ik zie dat je wordt daar ook bij genomen. En je hebt verdriet over wat precies is gebeurd. Omdat je bent daar bij betrokken in een deceptive spel. En justice komt in, oké? Dus whatever en waterman mensen heeft gedaan, some deceptiveness, stelen van heel veel geld dat jij bent betrokken bij. Jij wordt gepakt omdat jij had ook deelgenomen daaraan. Ik zie behoor delen over heel veel geld. Daar is conflict. En de conflict komt tot nou. Balance komt hierin. Omdat de deceptiveness, leugens en deceptiveness. Dat je bent betrokken in. En waterman heb je betrokken in heel veel geld dat was genomen. En jullie hebben het gedeeld. Het is nou even uitgezocht en een behoordelen komt hier uit en een conflict over deze situatie, oké? Dan hebben wij issues. Sommige van jullie dat is zwanger. Je hebt een beetje een issue met de zwangerschap. Ik zie dat sommige van jullie komen achter dat je kind, dat is een ram of je kind. Daar is issue met je zwangerschap en issue met de kind. Dus sommige van jullie komen hier achter dat er is issue met je zwangerschap en issue met de kind dat affect je leven, oké? En je gaat even realiseren dat de kind is, heeft een ziekte en je krijgt help, oké? Sommige van jullie een offer komt op, dus jullie jonge mensen dat hebben een situatie te maken met justitie. Ik zie een offer kom op voor jou, omdat die heeft achtergekomen, de deceptiveness wat die heeft gedaan. En die gaat even zeggen, je moet even opgeven wie heeft deze informatie aan jou gegeven of je wordt opgepakt. Okay? Dus is dat je moet vertellen wie heeft de informatie of hoe krijg je de informatie. En dan ze gaat even zien wat ze kan doen voor jullie. Daar is een informatie dat sommige van jullie krijgt contact met je kind. Sommige van jullie hebben een zus of een broer of een familielid voor een heel lange tijd niet gesproken. Ik zie dat de whatever the issue is en whatever dat het geblokkeerd, de communicatie, je krijgt communicatie met deze persoon in deze week, oké? Dames, whatever the issue is, dames, 50 jaar en ouder, in de verleden hebben jullie either geld genomen samen met een waterman persoon en dat was voor een andere vrouw. Dat was een steermaak of Steenbok. Het is nu uitgevonden, je geheim. En je hebt heel veel zorgen vanwege dat je moet geld terugbetalen en teruggestuurd aan de persoon. Whoever this is gespeeld, ik zie dat jullie vrouw hebben iemand naam gebruikt om geld bij te komen. En nu je wordt gepakt hiervoor. Dus whatever the issue en de situatie dat is gespeeld, ik zie echt dat je hebt een legal issue omdat daar is heel veel zorgen en heb mee te maken met de dames
50 jaar en ouder, dat je hebt iets gedaan in het verleden en het is met heel veel geld dat je gebruikt iemand informatie om heel veel geld te krijgen, whether it was je man of je vrouw, whoever this is gespeeld, je moet de geld terugbetalen, oké? En daarom heb je heel veel zorg en ik heb mee te maken met de vrouwen, 50 jaar en ouder, ik ken dat, het was geld van een nichtje of een neef dat je moet beschermen en je hebt het gebruik of maar de waarheid is boven water, oké? En het is direct te zeggen dat je moet het best wel terug kan betalen. Nou, we zien een issue hier met deze vrouw. Deze vrouw heeft achtergekomen wat jullie hebben gedaan. Deze vrouw heeft gecommuniceerd wat jullie hebben gedaan, want ze realiseert de deceptiveness dat was het spel. Deze vrouw staat stevig in de schoenen. Ik ken een zus. Sommige van jullie hebben een issue met deze vrouw. Ze stier maken op Stenbox. Ze staan stevig in de schoenen. Ik ken een zus of zo en ze hebben achtergekomen wat precies is gespeeld. Ik zie communicatie van je partner, whatever it is en hoe dat is gewerkt. Communicatie van je partner. Maar er is een groot issue in de familie. En door iets wat, en het wordt opgelost, maar er is een groot issue omdat een waterman heeft iets gedaan. En nu ben sommige van jullie was een vriend of een kennis van jou. En er is heel veel conflicts in de familie. Dus je moet realiseren wat is gebeurd. Omdat whatever the issue en de geheim is, het komt best wel terug. Wauw, dames en heren, wat een week. Nou, de dame of de gif is hier. Dus ik denk dat sommige van jullie iets was genomen van jou. Of jij moet iets terugbetalen, want het is heel veel geld, zag ik. Dus whatever the issue in de situatie is, het wordt opgelost. Doe wat is goed en wat is best. En ik ga het even zeggen tegen jullie, namaste, deel deze video's en ik spreek jullie volgende keer.